Sommige studenten was het al opgevallen. De universiteit heeft een nieuw thema, Change Perspective. Maar wat houdt dit nou eigenlijk in? Het houdt een heleboel in. Het komt erop neer dat zeg maar, onze reputatie die blijft wat achter hè, bij de prestaties. Kijk je naar de keuzegids, Elsevier. De scoren gewoon heel goed, maar ook in onderzoeksprijzen die we binnenhalen. Dus we moeten wat meer gaan doen aan onze reputatie, zichtbaarheid. En we hebben Change Perspective vooral bedacht als kapstok om te laten zien wat we hier allemaal doen. Op zich past het thema natuurlijk bij heel veel universiteiten. Maar wij hebben het idee, omdat we hier een brede universiteit zijn en veel disciplines hebben, maar ook een hele open persoonlijke benadering hebben, dat het goed past bij de Radboud Universiteit. Sinds dit jaar heeft de universiteit een nieuw thema. Heb je daar al iets van meegekregen? Nee, daar heb ik niet iets van meegekregen. Tot net toe nog niet. Okay. Ja, je hebt het net verteld, dus vandaar dat ik het wel weet, maar voor de rest had ik er nog niet eerder van gehoord. Ja, je hebt nou ook allemaal tekeningen op de grond over de hele campus. Ben je die al tegengekomen? Ja, in het Huygensgebouw is er eentje. En volgens mij hier bij Erasmus op de grond is er ook nog eentje. Ja, overal op de campus zijn tekeningen op de grond verschenen. Weet je waarvoor deze zijn? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik zag dat ze vorige week al een beetje aan het schilderen waren hier, inderdaad. Ja, het gaat natuurlijk om perspectief. Voor mij is dat een beetje het doel van de Raad van Bestuur. Om studenten toch anders te laten denken naar dingen, anders laten kijken. Ik denk dat dat ook een beetje het doel is. Denk je dat die tekeningen jou helpen met je perspectief veranderen? Ze zijn wel in perspectief getekend inderdaad. Ik zie de relatie tussen mijn perspectief veranderen en de tekeningen niet zo heel erg snel. Maar... De laatste tijd hebben we van die tekeningen op de grond gezien. Hoe past dat binnen Change Perspective? Nou, dat is natuurlijk niet. Hè, die tekeningen zijn niet het verhaal. Dat is echt een. De jaarreden was 5 januari. Daar is het verhaal toegelicht. Het nieuwe strategisch plan, ook het thema Change Perspective. We vonden het aardig om op deze manier aandacht te vragen voor het thema. Naast zeg maar een meer inhoudelijk stuk op de site en dergelijke. Dus het is echt een beetje een meer wat geinige manier om wat aandacht te vragen voor het thema. Maar ook om de campus gewoon weer even wat verrassends te brengen, zeg maar. Ja, wat vind je er eigenlijk van dat die tekeningen er zijn? Ja, ik vind ze super mooi. Ik vind het heel knap. Ik kon wel wat nuttigers bedenken dan tekeningen op de grond. Al vind ik deze wel mooi. Volgens mij zit er ook eentje bij de UB. Ik heb hem alleen op Facebook gezien, niet in het echt. Maar die vond ik wat minder toevoegen eigenlijk aan het uiterlijk vertoon van de universiteit. Ja, en hoe kan de student het beste merken, Change Perspective? We zijn het nu gaan toepassen, het thema zeg maar, in de hele studentenwerving. Dus nieuwe studenten die komen er al tijdens hun schooltijd of als masterstudent, aankomend masterstudent, krijgen ze ermee te maken. En dan speelt het gewoon meer in naast de feitelijke informatie over de studie, op waarom zou je nou je studie hier gaan doen. Dus dat is één ding. En daar gebruiken we ook verschillende voorbeelden in vanuit de opleiding zelf. Ja, op welke manier er vanuit andere disciplines en dergelijke naar jouw vak wordt gekeken. Dus zo wordt het verder uitgediept. Dus we zijn nu begonnen met aankomende studenten. Maar het moet meer ook gaan integreren in het verhaal naar studenten toe. Dus ik snap dat op dit moment studenten nog niet veel ervan hebben meegekregen. Maar dat zal nog wel gaan gebeuren. Jullie zullen nog veel van ons gaan horen op dit thema.